welkom bij deze nieuwe video op ons YouTube kanaal. Ik ben deze ochtend al gaan sporten. Mijn haar staat precies keihoog. Lijkt dat maar zo. I don't know. Nu ga ik vertrekken naar de laser. Want ik ga voor de laserontharing. En dan na de laserontharing is het vandaag weer closet sale. Het is weer Totally Too closet sale. Dat is super leuk. Ik kijk er super erg naar uit. Ik denk wel dat er heel wat... Ja, Milky? Oei. Hey. Kom hier. Kom hier. Hey. Ik denk dat er vandaag wel weer heel wat andere mensen gaan komen bij de closet sale. Ook een paar dezelfde. Wat wel leuk is. En dit is mijn outfit. Mijn playsuitje is van Totally Too. En mijn schoentjes zijn ook van Totally Too. Let's go naar de laser eerst. Hey iedereen, ik ben ook aangekomen in Bering. Heb je al gezegd dat we hier zijn? Nee. Het laatste wat ik heb gefilmd is dat ik naar de laser ging. Maar ik heb niks bij de laser gefilmd, maar ik ben jammer gelaserd. Ai, 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 dat is weer helemaal clean zullen. Ja. Ik ben na mijn werk ook doorgekomen naar Beringen. We zitten nu op kantoor. En we hebben vandaag een de dames hebben vandaag een Totally Too stock sale. Dus als jullie komen vandaag, dan ga ik jullie zelfs zien. En er staan heel wat spulletjes buiten. De dames hebben alle kleren buiten gezet met de rekjes. Veel gezelliger, want het is super, super mooi weer. En we gaan nu alles klaarzetten. Hey. Onze barvrouw. Hier is ze, hè. Aan de inschenk. Hier is de stok. Het is niet zo heel veel deze keer. Hier zijn tafeltjes om te eten. We hebben het buiten gezet omdat het zo mooi weer is. Hier is de kassa. Waar je wil zitten, wat heb je niet? Anders dan drinken, dat is dan een standaard. We hebben nog een cadeautje gekregen voor de katjes. Oh, dankjewel allemaal. Ja, heel leuk. Ik heb het nog niet open. Ja, het is een kruidje. Een oh ja, dat is een grote pak. Oh ja, groot is. Hoe heb ik echt nog nooit gezien? Ik ook niet. Hoe groot is die? Die zijn normaal op de toch ja? De helft of zo. Oh. Snoepjes voor u. Het is voor 's avonds in de zetel, snoepjes. We hebben het gek gedaan, hè. Celine is dus naast Sam gaan zitten en ik naast Nick. We zijn thuis. Yes. En zoals jullie... Ja, het is laat, hè. Het is... Ja. 20 na 11. En zoals jullie hadden gezien, hadden we van Silke en Lieselot snoepjes voor de katjes gekregen. Super lief. We gaan die ook geven nu al. Hè. Ja. Oké, let's go. Nee. Nope. Hey. Hey. Dag baby's. Dag baby's. I will put the light on. Hey. Kijk eens wat we bij hebben. Snoepjes. Ja, lekker hè. Geef maar een snoepje. Oeh, hartjes. Wie wil een snoepje? Speciaal met dekseltje voor Sheldon. Ja, Shel. Ja, Dat is voor Sheldon. Wat moet ik eerst? Shalom, jij moet hier. Shalom, hier. Ja.
tegenover. Pak het maar. Ja. Yummy, wat zeggen jullie? Dankjewel. Ja, dat kunnen die natuurlijk niet zeggen, maar... We zullen het dan op plaats zijn. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik ga me nu nog heel snel douchen. Het is nodig. Mijn haren zijn keivettig. En ik heb morgen helemaal geen tijd om mij te gaan douchen. Dus ik ga dat nu nog doen. En ik denk dat Sam zijn bed in gaat. Ja. Ja. Morgen om 8 uur al een afspraak. Dus. Ja. Ja, ik kan om 10, maar ik moet om 10 uur in Bilze zijn. Ja. Maar ça va. Ik moet ook nog langs de boekhouder daarvoor. Dus het zal morgen weer een drukke dag worden. Maar oké, okay, ook wel leuk, want ik ga morgen ook naar de nagels. En... Een event? Ja, event. Celine en ik gaan spreken s'avonds op PXL event. Dat is ook wel leuk. Dus dat is op de planning voor morgen. Maar voor vandaag gaan we hier de vlog afsluiten. Jelleke, kom ook eens iets zeggen. Zeg... Dag iedereen. Dag allemaal. Doei. Nee, oké. Ik denk niet dat hij me heel graag wil. Ah, jawel, hij blijft zitten. Oké. Okay. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.